Dit is Spooky Fitness Sint Anna Termuiden. Ja, we gaan. Ik ben naal zenuwachtig. We gaan naar Spookklooster en dan gaan we even trainen. En het spook daar, instortingsgevaar. Waterinstortingsgevaar? Ja. Oh, dat was je me even vergeten. Nee, maar dat. Ja, maar ik dacht van, dat zeg ik liever nu, weet je wel, want anders misschien denk je van, hey, fuck it. Maar goed, instortingsgevaar, het spook, politie kan komen, dus het is een ideale plek om te trainen. Hey! Hier zo, hoe is het? Hey. Alles goed? Ja. Ja? Bij Fransie dan nog even, hè? Nou, dat soort dingen, weet je. Ja, maar ik zag jou spannen. Nou, hartstikke... Ja, gewoon bang! Nee, ik ben helemaal niet bang. De kar is bang. Ik ben helemaal niet bang. Maar zit je daar, een jump squat te maken en dan stort het hele dak naar beneden. Frans. Misschien moet je nog dichter op mijn gezicht zetten. Ja, kan het denk je? Jezus, ik heb vet slecht geslapen, man. En dan heb ik zo'n vlotte kop. Je angst in je ogen. Oké, zie zo. Ciao, doei. Oké. Dit is je homie, hè? Ja, yeah. Is mijn kok. Hij is mijn privékok. Mooi fietsie, man. Denk eens, hè? Hallo! Even mijn gierende bal weer weg. Hoe is het, Frans? Ja? Ben je klaar voor? Ben je klaar voor die ghost? This town is gonna be a ghost town. Het liedje zit al de hele ochtend in mijn hoofd. Kijk eens. Stoopplaatsgeesten nu ik het in die tas. Aladdin, hè? Als je dan over dit dingetje heen blijft, dan is goede geest erin. Oké, moeten we. We gaan even naar de fitness? Ja. Je zit nu in het tussenstuk. Fuck! Dan doen we even doornemen. Dit is de fitnessruimte. We doen even die oefeningen. Acht oefeningen. Jij begint dan met squat front press. Ja, dan wijd. Dan ga je zakken en pressen. Ja? Zo? Ja, dat is het eerste wat jij doet. Dat is 1 minuut. Doe het gewoon, elke oefening is 1 minuut. Dus uiteindelijk zijn we 8 minuten, Karst. 8 minuten. Daarna doe je die lunches met deze. Doe. Ja, doe jij. Ja. Lunches met dat ding. Nou ja, dus dat, dan pak je die dumbbeltjes door je onderkant, je borst. Ja. Gewoon dat, hè? Deze? Ja. En daarna doe jij, doe je die uppercut met, ja. En dan, ja. Oké? Dat ziet er stoer uit. Die vind ik leuk. Die krijgt 10 punten, die oefening. Ja, ik heb getraind, hè? Okay. Dit? Maar doen het tegelijk. Ja, ja, jij doet die 4, ik doe deze 4. Dit. Dan pak ik die dumbbeltjes over. Dan pak ik front. Deze. Press. En dan heb ik biceps. Dit. En daarna pak ik op de grond. Doe je een small push-up. En dan nee, toehalen. Ja? De hand is aan, zeg maar. De hand is aan. Ja. Welke spook hoop jij te ontmoeten vandaag? Nou, ik hoop in ieder geval op een vrouwelijke spook. Ja, hoezo? Ja, dat is zo mijn seksuele voorkeur, hè. Oh, oké. En Ricardo? Ik hoop ze niet tegen te komen vandaag. Nee? Maar ik bedoel, waarom zouden we dan nu daar naartoe gaan? Nu snap ik het even niet. Nee, ik hoop dat ik... ik hoop dat er in mijn oor gefluisterd wordt met... Kom op, je kan het, Rien. Je kan het. Kom op, ga door, Rien. Ga door. Nog een minuutje, kom op, kom op. Ja, dat is wat ik hoop. Yes. Nou, ik hoop vooral dat de politie komt. Ja? En wat ga jij doen dan? Filmen, vooral filmen. Ik geloof er helemaal in. Echt niet? Geloof jij erin? Ja, ik geloof er echt in. Geloof je heilig dat er spoken? Ik geloof heilig in spoken. Echt waar? Je gelooft er gewoon echt in? Ik geloof er gewoon echt in. Ben je de enige van ons? Ja, volgens mij ook. Nee! Nee, ik zat met instortingsgevaar. Niet zozeer met een klein beetje. Is het lekker? Dit is crack. Wat is dat nou? Dit is... Crack, hij heet ook gewoon crack. Ja, dat heet crack. Dus even voor die boost. Dat je even als je voor het trainen neem je even een beetje crack. En dan krijg je power! Dit was jouw idee hoor, dit. Ja, die gewichten. Ja. Nee, jongens.
Het is tijd voor actie. Ready? Let's go. Oh. Er is daar ook een koffiecompany, hè? In het klooster zelf. Ja, ja. Koffiecompany, doucheruimte. Met een wolkje. Echt een hele mooie ruimte om met te een trainen. Melk. We zijn er bijna. Nog 2,5 uur. 2,5 uur. Jezus, hoe lang hebben we al gereden, hè? Ja, bijna 2,5 uur. Maar je was verkeerd gereden. Ja. Maar gelukkig ga je wel. Van de week heb ik binnengekregen, ik heb besteld uit Amerika. Maar dit is gewoon een zender, dan kan je zien. Dan zie je of er geesten zijn. Echt waar? En als ze te dichtbij komen, kun je ze nog uitslaan. Was die duur? Ja, nee, hij was heel duur. Ja, hij was heel duur, ja. Dat zie je, hè? Ja, een beetje. Kijkje, jongen. Dus hou maar even goed bij, hè. Voorzichtig, ja. Hoor. Hij trilt helemaal. Hij trilt. Snel, doe er iets mee. De nokker. Dus wij zijn, de grens is daar ook. Ja, een stukje extra gepakt. Die Belgen verleggen de grenzen. Wat een heel aparte manier van rijden. Ja, als je over dat water moet, dan kijk, dat lijkt helemaal. Ja. Hey, maar wat is nou het verhaal, Cardo, over die, die para. Paragnosten? Ja, die zouden mee. Paras. Die paras. Die paras. Vertel even iets over. Die zouden meegaan. Nee, er was één jongen die had me gemeld. Oh, lijkt me wel leuk om met jullie mee te gaan. Of zouden jullie het leuk vinden als wij meegaan? We? En dacht ik, huh? Mail. Maar op een gegeven moment kwamen ze erop terug. Zei ze, ja, het lijkt ons toch misschien niet goed, een goed idee. We hebben het volgelegd, maar waarschijnlijk vond ze het een dom idee. Weet ik veel. Volgens mij heeft hij het wel overlegd, maar dacht hij, huh, wat gaan hun doen? Trainen? Fitness? Nou, dat vind ik echt heel dom. Dat doen we niet, hoor. Maar waarom moet je met zo'n hele groep komen? Je kan het gewoon alleen komen. Dan kan je gewoon zien of kijk, ik ben daar, misschien zijn wij daar niet gevoelig voor. Jij ziet misschien overal spoken. Nou ja, dan kun je ons ook vertellen of je... Nu staat waarom hij niet mee is gegaan. Ja. Nou, het mailverkeer ging niet helemaal. Maar je had ook niet moeten leren dat we daar zouden. Ja, dat moest ik. Je had een barbecue manier organiseren. Ja, hij dacht dat wij waarschijnlijk van Discovery Channel waren. Dat wij misschien een item gingen filmen over spookloos of zo. Dus hij dacht van, nou, lijkt het leuk als wij gewoon meegaan. Toen ik zei, ja, we gaan fitnessen trainen. Oh. Nou, ja, ik weet niet, hoor. We moeten even kijken. Rot toch op, man. Ik denk een barbecue hadden ze wel interesse in gehad. Dan zouden ze mee. Zullen we ze even bellen? Zeg, hij? Nee, we gaan niet meer fitnessen. Nee, we gaan barbecuen. Hij was degene die zei, ja, je moet toestemming vragen bij de gemeente en weet ik van wat. We hebben ook geen spare-ribs, we hebben spookribs. Big trans. Kijk naar de maat. Hij heeft in ieder geval die e-mailadres. Ik heb al zo lang achter me. Hey, maar jongens, wat doen we hier? Want we zijn nu wel gestopt. Nee, we gaan even. Wat gaan we doen eigenlijk? Even... Ik heb een verrassing, jongens. Ik heb een verrassing. Dan moet je natuurlijk wel voor een beetje saamhorigheid zorgen, Ricardo. Nee, niet? Ja, dat hangt er helemaal vanaf wat jij tevoorschijn tovert. Ik heb saamhorigheid verstaan. Ik had het volgende in gedachten. Oh, 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 oh. Nou, dat is prima. Dit is niks, hè? Dat is een zwart petje. Die hebben we wel. Dit kan nog, hè? Dit is nog wel... De goede kant op. Okay. Oh, my god. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Nou, was het idee al belachelijk, maar dit... Hoe gestoord is dat? Wie heeft dat logo bedacht? Wie heeft dit verzonnen? Nee, ik ook niet. Ja, ik vind hem gewoon vet. Hij is echt ik vind vet. Hem echt gewoon vet. Ja hoor. Maar, ja hoor. Maar en nu dan... Ze moeten wel aan, denk ik, hè? Ja, nu moet ze wel aan, ja. Die is vet. U wel, meneer? Oké, t-shirts. Look at from... Jullie staan er mooi op. Ja, goed, hè? Ik heb niet eens zitten. Staat hij rechtop? Ja. Staat hij rechtop? Ja.
Dat zijn de geesten in de buurt. Ja. Nou, nee, iemand die geesten oh, hier. Is in de kijk, buurt. Ik heb eentje, hier. Ja. Nee, ik heb eentje. Moet je nou kijken wat een stelletje me loten. Dat is vreselijk. Het is gewoon vloer. Het is gewoon, het is heel fluweel. Kaartje, dat kan niet heel veel pijn. Het is een geestantenne. Een beetje in de wind. Geestkrant. Kijk, zie je het man, 16 afslagen gemist al. Ja. En nu, Pik? Ja, terug. Na 300 meter, keer om. Daarna rechts afslagen. Keer om. Oh, we hebben maar anderhalf uur gereden. We hebben nog een uur te gaan. Ja, inmiddels weer, joh, en het is inmiddels weer nou, wat moet je nou anders doen? Het is mooi weer. Ja! Ja, joh. Ik zeg koffie. Ja. U-turn? Ja. U-turn. Mocht niet, hè, hier een beetje. Nee? En dan Tilburg over naar Antwerpen. Oh, weer Antwerpen? Ja, joh. Ja, niet. Doe maar. Ja. Wij komen in Sluis aan rond schemer. Dat komt heel goed uit. Dat is de hoogste punt van de geest. Ja, dat is heel leuk. Dan komen ze meer in beeld. Dan zie je ook ons beter. Jongens. Dan moeten we namelijk flits gebruiken. Kijk, moet je kijken, dat ding is half naar de kloten, joh. Fuck. Nee, waarom dan? Wat zie je dan? Ja, moet je dat pand zien, joh. Wat is er met dat pand? Ja, misschien weet je wat het is. Jullie hebben die beelden niet gezien. Nee. Ik heb dat internet afgestruind en het wordt ook een beetje het Satanklooster genoemd. En dan kom je nu mee. En wat ervan? Ja, ik was nerveus in de auto. Ik denk, weet je wat, je weet niet wat je aantreft, maar ik vind dit wel oké. Okay. Ik vind de omgeving oké. Okay. Volgens mij, dit is hem niet. Geweldig. Hey, nou, hé, eindelijk thuis. Nee joh, zo hier, Fransie. Ja, joh, heb hier een pad. Ik zie daar iemand. Ik zie daar iemand. Dit al een workout met 12 kilo. De tijd gaat nu in, 10 ja. minuten. En die stenen die zijn al gebroken, ja. Die zie al die scheuren zitten. Dat is een levensgevaar. Eigenlijk zit ik meer met dat instortingsgevaar en die puinhoop die er is. Ik wil ook wel eerlijk toegeven, dat zit ook wel aardig op dat moment. Hè? Het is nieuwbouw. Ik krijg altijd het gevoel dat ik op mijn schouder word geklopt. Van hé, er is hier iemand. Zo van hé, eindelijk ben je weer thuis. Ik ben het initiatief nemen van deze onzin. Ze gaan iemand pakken gaan nemen. Ik denk dat ze zich irriteren aan het shirt. Je irriteert zich mateloos aan het shirt. Probeer een paar normale activiteiten waar te nemen. Kijk hier waar er staat Face of Death. Wow. Hey boys. Easy, hè? Ik geloof wel dat hier paranormale activiteiten waren. Eigenlijk geloof ik dat nu pas, hè? Ja, zie je, daar is wel uitgang. Ja. Dit is de koepel. Nou, hier heb je het geweest. Dat weet ik niet, want het ziet er, ik kan me niet herinneren dat dit het was wat ik zag, maar... Maar zo oud is het toch niet? Er hangt daar gewoon een cv, een radiator. Is het in de fik gevlogen, die shit? Ja. Nee, ik had gelezen dat het een kinderklooster was. En dat is toen gesloten. En toen was er niks aan de hand, was allemaal nog prima. Er zijn allemaal mensen niet binnengekomen. Die zijn dan van die rare hekserijen, spelletjes gaan doen en zo. En zodoende. Zo is het wat is gebeurd, is dat het een beetje mis is gegaan, denk ik, met dat spelletje.
Want iedere keer als ik die gasten zie op het, die hier komen met het meetapparatuur, dan schijnt het dus helemaal vol te zitten met activiteiten. Alleen het ziet er nu opeens heel anders uit, man, sinds dat we hier zijn. Want Frans, daarachter is ook nog heel stuk. Ja, dit is, ik vind dit wel redelijk gevaarlijk met die brand. Dit is gevaarlijk, dit kan elk moment naar beneden flikkeren. Zie je? Allemaal voor jij! Je weet niet waar je op stapt, hè? Als hier een gat onder zit, het is rot. Plak je er wel mee. Ik vind het gewoon vet. Oh, dit is het. Dit is dat koepel. Jongens, dit is het. Dit is het wel, Fransie. Ja. Oh my. Dit is zo vet, jongen. Dit is te gek. Om foto's te maken is dit echt van niet normaal. Kijk die dome daar. Jezus. Wauw. Jezus, man. Zo mooi. En hier zegt ze dat het veilig is. Ja, dit is het meest veilige stuk, ja. Dit is het meest veilige stuk. Ja, op een paar kleine elementjes na. Nou ja, we hebben gedacht dat dit ongeveer de loungehoek gaat worden. Ja, ik ben de makelaar van dit object. Het is in zeer goede staat. Je kan het bewonen met zeer een aantal... Zeer goede investering. Zeer goede investering. Als je spooky fitness gaat doen. Ja. Ben je blij, Ricardo? Ja, er. Het is een beetje mixed. Want dit is de bedoeling, toch? Ja. We gaan huppelen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Moeten we al beginnen? 2, 1. 3, 2, 1 mannen. Let's go. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, what the fuck 16, is going on? Schiet het op, hè? 17, zeg het dan, man. Godverdomme, 18, 19. Kom maar, nog 20, 10 man, 20. Kom, 21. That's not the spirit, 22, eh? Kom. The personal trainer. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jeehoe! Andere kant. 20. Oké. Lunges en shoulder press. Ready? Gaan we. 1. 2. Ja? Ja. 3. 4. Kom eens klappen, dat is te glad. 5. Perfect. 6. 7. 8. 9. Koek, koek. 10. 11. 12. 13. 14. Blijf lachen, jongens, blijf lachen. Ja. 15. 16, 17, 18, 19, 20 nog 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9 en 30. Oké, dan. Biceps, onderkant je borst. Ready? Nee. Go. 1. 2. Ja, dit gaat wat sneller. 3. Beter. Een rustmomentje. 5. 6. 7. 8. 9. Shit. 10. 11. 30. Kut man, 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, kom, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uppercut. Oh jezus, nee hè. Ja. Moet ik dit doen? Ja, je moet opdrukken denk ik. Ik ga opdrukken. Klopt. Ready? Ready? Koek. Doe jij maar gewoon snelheid, Frans. Ja, ik ga gewoon... Snelheid, ik ga gewoon 30, ja? Ja, 30. Gaat ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je favoriet. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 9, 30. Oké. Okay. En jongens, voelen we al wat? Of hoe zit het, Ricardo? Dit kost te veel concentratie. Moi, nee. Wordt er niet, nee. Zintuigen gaan er niet open van nee. Staan. Nee? Next. Nee. Oké. Okay. Ja, dat kan. Ga maar, bro. Die sok jij, hè? Wat was dit, hè? Oh ja. Gaan we, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lekker hoor, mannen, workout. 13, 15, 16, 17, 18, 19. Erotisch, we doen toch nog een erotisch filmpje. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Oké, go. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nog 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wat heb ik nu? Onderkantje wordt. Gaat het mee? Ja, gaat het mee. Hier een spook aan. En dan hangt daar een spook aan. Spookje 1, extra. Spookje 2. 2. En spookje 3. Go. Negen. 10. 11. 12. 28, Okay. Yes. Round one. Round one. Done. One. Out of what? Out of two. Okay, done. Yee-hee! And the girls applause. Yay! Woo! Applause for yourself. And Karsten, voel jij wat?
voor een kruisbal in een arm. Hey. Shoulderpress. Kijk, nu raken ze in de war. Ze raken in de war. Ze weten het niet meer. Heb je dat ook gedaan? Heb je squats gedaan? Ze weten het niet meer. Ja, zegt Ricardo. Geen lunches, toch? Squats. En jij zei lunches niet, want je gebruikt uit zei je. Want dat we... Volgens mij zijn ze in de war. Ja. We zijn nu in de war. Zelden om mijn rug te kloppen, man. Hou stop mij! Ik hoor ook... Ik verscheurde... Je hoor je dat ook? Ja. Tel jij even, man. Ik tel. Round. Doe, hè. Bank asses. Zo heet deze ronde. Dat is ronde 2. Punk ass. Ja. Ronde 2 is alleen voor Tante Pathé. Let's do it. Ja, komt zo. 1, 2, 3, 4, 5,5, 6, 7. Zit je, man? 6. Jezus. Hoe ver zijn we? 29. 30. Oké dan. Dit is zwaar bij de dingen, hoor. Ja, ze beginnen het te voelen, ze beginnen het te voelen. Koekoek joehoe. Koekoek joehoe. Hey, daar. Ik hoop dat je onthoudt waar... 10. 11. Dat vergeet ik niet. 17. Wat was dat? 17. Dat is kip. 8. Oh, kut. 9. 10. 21. Goed zo, Luc. 22. 23. 24. 25. 26. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Lopen in Sint-Anna om te kijken of ik echt de geest kan vinden. Volgens mij zijn ze er namelijk wel. En ik wil eigenlijk kijken of ik naar boven kan komen. 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30! Yes! Oké, jongens. Goed gedaan. Dank je. Super. Kijk, hier was ooit een trap naar boven. Ja. Dit is... Mag ik niet. Dat is een beetje gevaarlijk. Deze. Kom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En mijn favoriete. 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30. Even kijken of hier nog ergens. Misschien is er ergens lift. Zou kunnen zijn dat hier. Nee. Het is geen lift. Ja. 1, 2, 3, 5. Ik ga gewoon door. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Zo. Jongens. Koek, koek. Dit is andere ruimte. Ik kan me voorstellen dat maar één trap naar boven is. Daar is wel buiten een trap. Maar ik denk niet dat die... die trap gaat wel naar boven. Maar niet naartoe. Niet daar naartoe waar zij zijn. En hier valt die muur ook naar beneden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha! 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yes! Die stof, merk je dat? Ja, die longen, veel minder zuurstof hier. Ja. Helemaal kapot houden. Die is waar. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oké, bro. Koek, koek. Ja, yeah, was het. Yeah, even high five, jongens. Echt te gek. Yes, man. Super goed gedaan. De zuurstof, ja. Ja. Yeah. Dus, wat merken we? Zuurstoftekort. Zuurstof. Ja. Ja, je merkt het gewoon in je longen. Ja, weet je dat? Dat je... gelijk zuurstof. Gaat niet. Dus dat. Voor de rest, ik heb helemaal niks gemerkt, hoor. Echt? Nou ja, ik heb orbs gezien op beeld. Ja, die orbs zag ik ook net. Maar even serieus, nu weer even terug op die orbs. Is dat iets, wat jij weet op het camera en shit? Ik heb geen idee wat dat is. Is dat met, heeft dat iets met licht te maken? Het is zijn het heeft te maken microscopische met... kleine stofdeeltjes in de lucht, dat gevangen wordt door of zonlicht of flits. Ja, dat heel is vaak dus Kaartens uitleg, hoor. Nou ja, dat is inderdaad mijn uitleg. Ik zeg dat ik gewoon kleine mensjes... Nou, je kent dat Da Vinci schilderij, toch? Ja. Met die man die zo staat en die heeft die ring om hem heen. Dat is dus Da Vinci sfeer. Ah. En dat heeft iedereen eigenlijk om zich heen. En dan vliegen ze rond hier op aarde in hun Da Vinci sfeer. Zie je ze? Kijk hier. Kijk hoeveel er zijn. Ze zitten op jou, Ricky. Kijk, kijk. Zie je, ze komen hier bezoeken en je gelooft niet in ze. Belachelijk. Wat? Zijn ze om me heen? Ja. Mag ik daar eens staan? Heb ik ze dan ook? Ja. Op jouw plek staan. Nee, dus ze zijn allemaal weg, inderdaad. Ze zijn allemaal weg. Misschien moeten we een ander pand ooit gaan proberen, want dit is waardeloos. Dit krijgt een... Maar ik vond qua omgeving vond ik het wel cool. Ik vond die zaal, dat zaal... Leuke entourage. Entourage was nice. Heel mooi entourage. Nee, serieus. Wat we gedaan hebben is natuurlijk, het is bewezen dat die is spook. De paradox te vinden hier, dat is van ja, hoe je dat ook kan bewijzen, weet ik veel. Ik veel, hun zegt dat het spook. Nee, die heeft niet spook. Ja, wij hebben bewezen dat het niet spook. Ja,
massageesten zijn geweest, dan zijn ze nu zo blij dat wij weg zijn.